Vroeger toch, je mijn ijskast knip ook van me maken. Maar nu, net zoals je mijn ijskast en mijn gimme. En dat maak je niet. En denk je uit. Bori, bravo, hè? Bravo, 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 we wachten jou, want ik kom verantwoord toe. Lek jou, we wachten jou. Lek van de man bij actie, bouw dat paar money de, paar money de. Dit is er even, broertje. Draai je botten. We zijn niet hier om opruiig te zijn. We zijn hier om je ogen open te maken. Laat het niet erger worden. Word nou echt een leider en leid het land. Anders moet je weggaan. Yes. Nu of nooit. Nu of nooit. Nu of nooit. Biggie, draai je botten, broertje. We varen 100 km per uur tegen de muur. 100% weer naar Pan. Je hebt een draaierstuur, wat van Biggie probleem. Nou, Corrie, mijn varen botten doen. En ook die trappartij, want ook een konja is ook die trappartij. Nou, mijn koekrie pas die trappartij voor wat ik aan mag die zomaar bakken. Want nou, heel transparant de wat bakken. Dus hoe ben je kies hoe streef je? Want daarvoor zijn we niet hier. We willen een verandering hebben. We willen een verandering hebben. En jullie moeten het samen doen. Oppositie en coalitie. Want hier zijn we betrappelijk geningeren. Wie is zo mijn konen een boe idee? Atrapartij en petatori. We blijven zo politiek drapen in Abigoso. En daarom gaat het niet. Daarom wordt niks opgelost. Politiek verziekt dit land. In elke maatschappij hebben die mensen van de politiek gezet. Dat gaat allemaal kapot door jullie. In staatsolie, EBS, al die bedrijven. SLM is nu helemaal kapot. Door de politiek. Zet mensen daar die vakkundig zijn. Zet een sollicitatieoproep. Dat er een oproep is van wat voor mensen je nodig hebt. Deskundigen erbij halen. En je familie moet eruit. Zodra je familie bent van de regering, moet je opdonderen uit het systeem van de bedrijven. Je hebt een heel volk ter beschikking. Je hebt een heel volk ter beschikking. Vraag je volk om je te helpen, want als jij hen niet vertrouwt, hoe weet je dat wij jou vertrouwen? Zoals de waard is vertrouwd deze gasten. En er is genoeg in Suriname, maar er is niet genoeg voor jullie hebzucht. Dat is het probleem. Precies. Er is zoveel hier, maar jullie hebzucht is zo groot. Waarom moeten jullie 3 en 4 erven nemen? Er zijn zoveel mensen hier die jaris willen hebben. Zet hem maar kon aan wat jaris, jongen.
Dat is alvast, kijk, dat is een tegemoetkoming. Wanneer met dat soort antwoorden komt, dan zijn wij bereid om te praten. Want ze zeggen dat ze ons hebben benaderd, maar ze hebben nooit iets getoond van we willen met jullie praten. De VP is naar buiten gekomen en begon direct mondeling, blijf het zeggen mondeling, te handelen. En respect daarvoor, dus ik denk dat we toch wel een overwinning hebben gehaald vandaag. Doe gewoon kabinet, president. Ik snap hoe ik het begin zo dat ik nu aan elkaar door. We hebben dat ik zei, Johan, aan ons leem, ons leem. We want jere baka, kan de pipi no jere tuto. We want jere baka, sauwani, sauwani. We takik ba, tak jere een pura steker, toch? Maar we takan we te tak jere, we kunnen rap die pasensi. Ik heb al met ze gesproken. Dus ze komen niet apart bij u nog? Nou, ze gaan wel apart komen, heb ik begrepen. Hoe kijk je naar de eisen die ze hebben gesteld? Nou, kijk. Ze hebben gezegd, mijn broer heeft te veel functies. Ik zeg dan, halen we die functies weg. Hoe gaat u dat doen? Gaat u met uw broer spreken? Nee, een opdracht geven om dat te... Zo, mensen. Ja. Wij hebben vandaag heel veel bereikt. Onderschat het niet. We hebben meer bereikt dan wat in het parlement niet konden bereiken. We hebben meer dan dat bereikt. Gewoon omdat we een unit zijn geweest. Eenheid maakt macht. Isabi toch? De Bochan, Malessa, Brussie. Morgen zijn we sowieso weer hier. En morgen zou ik zeggen, neem je slaapkleren mee. Ja! Want we draaien een barbecue leg jas, want we gaan ons zo. We gaan ons zo. Hoe heftiger het gaat worden. Hoe grimmiger het gaat worden. Dat is het laatste wat we willen.